voor de mensen die mij niet zo goed kennen. Vaste kijkers kennen het wel. Patrick. Ja, nee, maar... Ja, mensen, welkom bij een nieuwe vlog hier op de Patrick H. Vandaag hebben we een vakantievlog voor jou. Ik ben namelijk op dit moment in campervennen van Centerparks. En daar ga ik je natuurlijk het een en ander van laten zien in deze vlog. Dus ik hoop dat je ervan gaat genieten. Ook later voor de kermisfans nog kermis in deze vlog, mensen. Dus blijf kijken. Zoals je van me gewend bent, in het begin van de vlog altijd eventjes laat ik het huisje zien. En dat laat ik dus nu ook zien. Het is een vierpersoonshuisje. Voor de rest heb ik er geen balverstand van. Het is 243 mensen. Nou goed, je komt binnen hier. Hier kom je binnen. Dan heb je hier de wc. Schitterend, prachtig. Formidabel. Nou, kom je het huisje verder binnen. Heb je daar de woonkamer, open haard, stereotorentje, televisiestereotorentje die trouwens heel slecht radio doet, eigenlijk helemaal niet. En het uitzicht naar buiten met het tuinmeubilair. Uitzicht naar buiten is vaak bossen. Ik vind hier de bossen tegenvallen op dit stukje van het park. Toevallig had ik meer verwacht. En hebben we daar het grote meer met een slootje en dat is niet Joram. Maar wel een sloot, mensen. Goed, hier dus de zithoek. Hier de tafel. En dan gaan we naar de keuken. Dan hebben we eerst hier een grote kast. Er zit allemaal spul in. En een keuken met een Dolce Gusto apparaat, mensen. Waterkoker. Die Chazeo slaan we over. Een gasfornuisje. Een magnetronnetje. Een vaatwasser die ik trouwens nog aan moet zetten. Kijk, daar gaat hij. Schitterend. Oh, ik had er niet eens in beeld. Daar is de koelkast, mensen. Nou, dat is leuk. Normaal gesproken heb je hier de badkamer. Maar dit huisje hebben ze verbouwd. Goed, we gaan naar slaapkamer 1. Slaapkamer 1, mensen. Tweepersoonsbed. Prachtig. In beeld. En dan hebben we hier ineens, mensen, een spiegel. Met een wastafel, een wasbak. En dan hebben we hier een douchekabine. Douchekop ligt op de grond, want die druppelt nog alles na en dat is zeer irritant. Wat ze dus gedaan hebben, is ze hebben die badkamer opgekofferd. De slaapkamer, want dit was vroeger een vijfpersoonshuisje. Daar hebben ze dus een muur ingebouwd en daar hebben ze dus een tweede douche gedaan. Hartstikke leuk, wat ze alleen niet goed over nagedacht hebben. Eén dingetje, dat is dit raam. Er zit normaal gesproken namelijk geen gordijnen. Zo donker als de pest, mensen. Of zo licht als de pest, natuurlijk. Nou, vuilniszakje erboven, eventjes hebben we natuurlijk zelf gedaan. En smoor afgeplakt natuurlijk, want ja, het is natuurlijk niet leuk als je 's ochtends wakker wordt. Je krijgt gelijk zo poef het licht in. En je wil nog verder slapen, want dan kom je niet meer in slaap, mensen. Niet te geloven. Wel een leuke oplossing vind ik dit. Tenminste, een leuke verbouwing. Een goede verbouwing. Moet ik eerlijk zeggen, want ik ben daar wel. Ja, ik vind dat wel leuk als ze zeg maar... een extra douche erbij gedaan hebben. Goed, dan hebben we hier het berghok met alle technische dingen. De cv-ketel en de meterkast, zeg maar. Stoppenkast. Alle technische gedeeltes hier en opslag. En dan hebben we hier de laatste en tweede slaapkamer. Met het uitzicht. En, mensen, de badkamer. Dit is dus de badkamer die ze dus verbouwd hebben. Het raampje zit er nog. Dus je kan ongeveer wel zien hoe de badkamer was vroeger. Met daar ook een tweede wc, mensen. Dat was de rondleiding, mensen. En we gaan nu verder naar de rest van de vlog. Nou mensen, ik ga Centerparks de camper verder even verlaten. We gaan later in deze vlog komen we uiteraard nog terug naar de camper verder. En ga ik nog meer laten zien van de campervennen uiteraard aan jullie. Maar we gaan nu eventjes de campervennen verlaten. En ik ga naar twee kermisjes. Welke kermisjes dat zijn, ga ik zo meteen laten zien. En met wie dat is, ga ik zo meteen ook laten zien. Blijf kijken mensen naar de vlog.
Nou mensen, kermisje 1. Ja, en daar is die weer, lang geleden. Ja, ja maar zeker niet de laatste keer. Hè? Nee, dat zeker niet. Nee. Maar eerste kermis, Eindhoven, wat is het? Tongeren. Tongeren, oh, die heb ik ook in mijn mond. Ja, ik ook, lekker. Heerlijk. Ja. Met als enige topper... De minicars, of? Oh, nee. De breakdance. Maar dat zijn ook een autoscooter, hoor. Ja, ook een autoscooter. Van wie is die eigenlijk? Ja, Jean de Voer, een mooie autoscooter. Ja, dus dat, die zag ik al op de foto's, mensen. Ik zal hem zo even laten zien. Bumper. Heeft een mooi frontje. Is dat die, die had dat nieuwe frontje heeft sinds dit jaar? Wat zeg je? Met dat nieuwe frontje van dit jaar. Is dat deze? Nee, nee, nee. Oh. Maar dit is wel, deze staat nooit bij jou in de buurt. Oké, okay, deze staat nooit bij mij in de buurt, mensen. Dus het is leuk om te kijken. Nou mensen, dit is dus die oude scooter met dat mooie frontje, mooie paintings, mooie verlichting ook erbij. Echt, ziet er goed uit. Wat wou je zeggen, Joeri? Iets gehoord tegen jou even. Oh, ja. Dan zet ik hem uit. Nou mensen, een paar shotjes van de breakdance van Supercomat die ik niet al heel vaak tegenkom. Laatste keer was Maastricht en ja, in de review ben ik vrij negatief geweest, toen draaide hij ook slecht. Nou ja, slecht. Ja, hij draait er slecht. Later, diezelfde persoon, die draaide wel goed. Heb ik in de vlog ook wat over gezegd. Dus het is een beetje wisselvallig. Nu vanavond leuke shows, mensen. En zoals ik nu zie, rit is ook wel leuk. Dus ik ga hem zo meteen zeker even doen. Want ja, ik kom er nu speciaal voor van vakantie. En dan wil ik er wel even doen natuurlijk, mensen. Deze breakdance van Supercomat. Nou mensen, we ruilen kermis 1 in voor kermis 2. Ja. Hey, hoe was de breakdance van Supercomat? Ja, ik vond een goede ritten. Ik ook. Nee, dat meen ik niet. Nee, ik ook. Mensen, ja, ik voor de mensen die mij niet zo goed kennen, vaste kijkers kennen het wel. Dit is Patrick. Ja, nee, maar ik oordeel altijd, als ik iets zie, oordeel ik op dat moment. En niet nog een keer van, ja, maar toen was die goed. Dan kijk je maar de video terug, dan weet je dat hij toen wel goed was. Breakdance was vandaag zeer goede ritten. Daar kan ik niks anders over zeggen. Nee. We ruilen de ene breakdance ruilen we in voor de volgende breakdance. Rook baby, ook deze breakdance kom ik niet vaak tegen. Breakdance leek en eigenlijk wil ik hier tot het donker blijven. Want dit is mensen, dit is een show breakdance met moving heads en zo. Fantastisch, schitterend, formidabel. Ja, dus, maar ja, het probleem is hier, de zon schijnt niet. We zijn de zon en breugel mensen. Dat je begrijpt. Ja, ja, ik ben weer terug. Hoor. Ja, ja, heerlijk. Wat hoor ik allemaal? Oh, ze roepen hier. Heerlijk mensen, ik ga hem zo meteen minimaal één keer doen. Ja mensen, één rek met nieuwe spots. De zogenaamde fietslampjes onder de kermis fans. En dan zie je die moving heads. Oh, er zit veel toekomst in deze breakdance als ik het zo zie mensen. Heerlijk. Nou mensen, als enige hebben ze van Center Park hier bij Kempenven een otterverblijf. Nou, daar zitten ze. Nou mensen, ik laat je dus nu even zien wat je hier allemaal kan doen. Ik heb van ongeveer onder andere dus waterskiën. Ja, een soort van volgens mijn kabelbaan en daarachter, wel leuk, kan je niet zien, maar daar ergens daar heb je een gewone skipiste. Misschien gaan we daar van de week ook nog even naartoe. Daar mensen, de welbekende toren, klimtoren, en dan kan je ook met een kabelbaan vanaf die je bij Alexander Park wel zo'n beetje ziet.
Daar heb je mensen een soort van parcours in het water, zoals we ook meteen beter proberen laten zien. Daar bij dat huisje mensen heb je dan nog een kinderboerderij, daar nog een speeltuintje, nou ja, dat is eigenlijk allemaal wel bekend. Dan heb je hier nog een strand zonder strandhuisje, mis je dan toch, hè? Ja, daar moet je in Zoutelanden voor wezen. Dan heb je daar het zwembad en dan daar tussen de bomen het marketoom. Daar krijg je zometeen ook nog wat van te zien en verder heb je nog Cool Factory en klimmen, klauteren, kan je nog eigenlijk alle standaard dingen van Center Parcs wel mensen. Ah, mensen, we zijn in het zwembad en we gaan de eerste topattractie doen. Nu is de eerste topattractie, de enige topattractie natuurlijk. De Wildwaterbaan. Let's go. Ze hebben hier wat nieuws, dat is foto's onderweg. Ik weet alleen maar god niet waar je die foto's kan bekijken. Nou mensen, daar gaan we, de Wildwaterbaan. Ja mensen, dan gaan we de grote glijbaan Black Hole met verlichtingen. Nou mensen, de kleine glijbaan. Nou mensen, daar heb je een grote kinderbad, daartussen heb je de wildwaterbaan, hier het golfslagbad en daar de kleine glijbaan. En bij die kleine glijbaan heb je het bad naar buiten mensen. Nou, dan weet je toch een beetje wat hier te beleven valt. En dan heb je daar achter de Wildwaterbaan. En hier de grote glijbaan. Nou mensen, goede terugreis gehad met twee files. Ja, dat was het einde. Dat is het einde van de vlog. Ik heb niet zo heel veel gevlogd, denk ik. Met name het zwembad. Omdat eigenlijk mag je op de Wildwaterbaan en zo. In de glijbaan mag je niet meer filmen, mensen. Ik heb het toch gedaan. Maar ik heb echt alleen maar even offslide of onslide gedaan, zeg maar. Dus niet selfie, maar echt onslide. Ja, officieel mag het dus niet meer. Ik weet niet of het overal is in alle centerparksen. Ik weet ook niet of ze overal dus op letten. Niet iedereen lette er zo heel erg op bij de campervennen. Maar ik heb wel andere mensen met camera's gezien die op de kloten kregen. Want dat niet meer mocht.
Mocht jij in de Center Park zijn geweest en mocht jij deze borden niet hebben zien staan, laat het weten. Mocht je ze wel hebben zien staan, laat het ook weten in de reacties. Want ik ben wel benieuwd of het eigenlijk bij elke Center Parks park of bij alle Center Parks park een beetje verboden begint te worden, dat filmen. Sowieso is dat heel erg in aan het raken bij zwembad, dat je niet meer mag filmen. Helaas, mensen, want ik wil jullie toch graag een zwembad laten zien. Het was een leuke vakantie, de midgetgolf hebben we niet meer gedaan. Die was er overigens wel, uiteraard. Skiën, ja, ik wilde ook eigenlijk gaan skiën, maar ik dacht, ja, ik ga het toch niet meer doen. Zo stijl is die skipiste daar ook niet. Dus die heb ik niet meer gedaan. Maar ik hoop dat jullie toch genoten hebben van deze vlog. Mocht je meer willen zien op dit kanaal, dan kan natuurlijk. De meeste vlogs zijn nog idioter en nog gekker, veel gekker. En met heel veel flauwekul. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog, en mensen, tot de volgende vlog. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer even. Hè. Doei!